Mensenhandel in Nederland is weer helemaal terug van weg geweest dankzij uitzendbureau Lugera, want die geven vandaag 10 Slowaken weg. Het leven is een loterij en ieder heeft een lot. Soms heb je wel eens mazzel, maar meestal van je bord. Are you also part of the lottery? Yes, of course, I'm part of the lottery. So if someone wins, I will work for free. Lugera komt met een leuke actie. Ja, het is wat je leuk noemt. Ik vind het niet zo leuk, zeg maar, dat daar 10 uitzendkrachten gratis verloond worden. Het is natuurlijk heel raar. Mensen verloot je niet. Je hoort dat gewoon te betalen. Ik snap de ophef niet rond het thema. Ik vind het ook een topinitiatief. 10 Slowaken aan de ketens. Dat is top. Nou, als de Slowaken gewoon netjes is, of weet ik veel, over welke nationaliteit het gaat, maar ze worden gewoon netjes betaald. Ik denk dat het FNV heeft besloten om furieus te zijn, om misschien aandacht te trekken. Wat voor dingen moeten ze kunnen? Wordt dan ook het gebit geïnspecteerd bijvoorbeeld? Nou, dat is wel heel overdreven, maar bijvoorbeeld gewoon de lengte of het gewicht, of dat ze kunnen fietsen of niet. Heel veel mensen dachten toen ze het hoorden van, oh, ik kan dan aan het eind van de middag kan ik een Slowaak met een hondenketting om mee naar huis nemen. Dan zou het slavenhandel zijn. Nou ja, zo erg is het godzijdank niet. Maar ik vind het bizar om uitzendkrachten te verloten. Is het dan eigenlijk mis met de Nederlandse arbeidskrachten? Ik denk dat er helemaal niets mis is met de Nederlandse arbeidskrachten. Alleen klanten vragen bij ons personeel, en dan met name buitenlands personeel, omdat ze geen Nederlanders kunnen krijgen. Zijn dat bijvoorbeeld als 1 dag 10 uur werken, maar dat het allemaal dag 6 uur is? Net zo goed die Nederlandse zeikers in uren, toch? Nederlandse zeikers in uren, maar de Nederlandse zeikers komen niet. Nee, waarom niet? Ja, die willen gewoon niet meer op de knieën of weet ik wat, de handen vuil maken. Toch komt het u natuurlijk wel lekker uit, toch? Er staat hier nou een heel rijtje vol met pers die u allemaal, te woord kunt staan. Dat is toch wel lekker publiciteit. Slechte publiciteit is ook publiciteit, toch? Dat is heel veel publiciteit. Daar hadden wij ook helemaal niet op, waren we niet op voorbereid. Maar het is wel lekker. Ja, dat is voor ons bedrijf enorm goed. Zij staan zich in de handjes te wrijven, dankzij de FNV. Nou ja, dat moeten ze dan maar doen, zich in de handen wrijven. Maar ik blijf erbij van, ik vind het gewoon een hele vorm van oneerlijke concurrentie. En ik vind het echt enorm smakeloos om met mensen, om mensen te verloten tijdens een gezellige netwerkborrel. Maar nu heeft de FNV wel ervoor gezorgd dat ze nog meer aandacht krijgen. Ja, dat zeg je de hele tijd, ja. Ja, nu is onze bekendheid zeker omhoog gegaan. Hey, dat is het bedrijf van die Slowakenverloting, die slavendrijvers. Ja, maar dat zijn niet onze woorden. En uiteraard betalen wij ons personeel supergoed.